Dames en heren, goedemiddag. Ik heet u welkom bij het programma Uitspoken. En hedenmiddag zitten we met de heer Abdou Menebhi, voorzitter van het MCMO. Uiteraard zeer bekend van het vroegere KMAN, Comité Marokkaanse Arbeiders Nederland. En we zullen met hem een klein onderhoud hebben over COVID-19, oftewel corona, in Marokko en de situatie in Marokko. Abdou, salamu alaikum. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik wil graag wat vragen over de perikelen rondom het coronavirus in Marokko. En ook vanwege de laatste meldingen die de Marokkaanse overheid heeft geuit daarover. Laat ik beginnen met het volgende. Marokko heeft op 2 maart kennis gemaakt met het coronavirus. En heeft op 15 maart de grenzen gesloten. Dat was de eerste stap, zegt Marokko, om het virus optimaal te kunnen bestrijden. We kennen natuurlijk de situatie die daarop volgde. Mensen zaten vast in Marokko, konden niet weg. Marokko was niet zeer behulpzaam in het laten vertrekken van mensen. En tot op de dag van vandaag zitten er nog steeds mensen vast in Marokko. Nou, is het zo dat het huidige aantal coronagevallen in Marokko, zegt de Marokkaanse overheid, is 15.542 gevallen. Laat ik beginnen met dat getal. Gelooft u dat dit getal de waarheid is of twijfelt u daaraan? Dit getal is overigens 1,6% van de Marokkaanse bevolking. In ieder geval, ik twijfel over de tellen. Omdat de Marokkaanse overheid zegt nooit de waarheid. Dat betekent dat je hoort verschillende uitspraken, verschillende verhalen. Wij kunnen voelen, is veel een soort propagandistisch verhaal. Met name Marokko heeft de beste aanpak gedaan. Marokko heeft alles op controle. Marokko is echt preventief geweest. Heel veel verhalen. Waar al dit verhalen van de officieel vertegenwoordiger van de Marokkaanse overheid. Zit niet 100% de waarheid. We kunnen stellen dat u het niet gelooft. Daarnaast, zegt Marokko, zijn er 245 sterfgevallen. Mm-hmm. Is dat een getal wat u gelooft? Of zegt u nou dat is absoluut onmogelijk? Ik weet het niet, maar uit dit verhaal, ik geloof niet. Nee. Misschien is ook meer. Dat is uit Marokko is bekend. Van, hun hebben altijd een bepaald belangen achter. Ja. Belangen. Als we beelden zien op de Marokkaanse televisie voornamelijk, dan zien we beelden van perfect geoutilleerde ziekenhuizen. En we zien verplegers en verpleegsters en artsen in kleding. Nou, daar kan Amerika nog een puntje aan zuigen. En als we de praktijk kennen, en die kennen we allebei, want we zijn allebei Marokkaan, dan weten we dat de ziekenhuizen in Marokko nou meer in de buurt komen van vuilnisbelten dan van ziekenhuizen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Tegen dat vertekende beeld wat wordt geschetst door de Marokkaanse overheid? Ik denk in eerste instantie, ik waardeer heel veel ondanks de moeilijke situatie, de verpleegkundigen, de artsen, hun hebben hun best gedaan. Ondanks hun conditie van werk, geen materiaal, geen salaris, de mensen werken 16 uur, 14 uur. Hun hebben hard gewerkt, die mensen. Waardering voor hun werkzaamheid. De corona heeft ook laten zien van de hele infrastructuur van ziekenhuizen is echt wat we hebben gezien op televisie is bepaald ziekenhuizen of bepaald plekken een beetje model. Maar dat is helemaal niet de realiteit van heel Marokko. Okay. In heel Marokko bestaat de infrastructuur niet. Heel Marokko, bijvoorbeeld,
hun hebben de mensen die is met kanker of met suiker, helemaal de deur is van de ziekenhuis was dicht. Ja. Alleen voor de corona. Maar ondanks of voor de corona, als wij kunnen zien, de infrastructuur, de opvang, is heel slecht. Okay. Nou, heeft Marokko een totale lockdown in doen gaan? En dat hebben ze eigenlijk een beetje op de Europese manier gedaan. Een totale lockdown, mensen moesten thuis blijven, er werd niet meer gewerkt, et cetera. Nou, hebben we dat in Europa gezien, we hebben dat in Europese landen gezien. Maar daar stond altijd, van de overheidswegen, stond daar een tegemoetkoming naar de burger tegenover. Mensen kregen een inkomen of mensen konden voor steun aankloppen. In Marokko heeft men gezegd, als je bij het CNSS, vergelijkbaar hier met het UWV, aangesloten bent, dan kun je aankloppen voor steun. Nu blijkt in de praktijk dat een heleboel mensen die steun al nooit hebben gekregen. En wat Marokko niet zegt, en wat we natuurlijk wel in de praktijk kennen, er zijn heel veel mensen in Marokko die nergens bij aangesloten zijn en die eigenlijk van dag tot dag leven, de zogenaamde dagloners. Heb je wat verdiend op die dag, dan heb je wat. Heb je niks verdiend, dan heb je niks. Die mensen moeten nu gedwongen thuis blijven en dus eigenlijk honger lijden. In Marokko, met de corona, we hebben meer van 20 miljoen Marokkanen die is echt in de armoede situatie. En uit die 20 miljoen, de beste van hun, hun hebben ook niet gekregen die kleinschalig vergoeding. En die vergoeding is ook bleef van 800 dirham, 880 euro zeg maar, tot 2000 dirham. Bijna 20, voor mensen die hebben hun werk verliezen, 2000 dirham ongeveer. 2000 dirham is 180 euro. De heleboel mensen hebben ook die kleine middelen niet gekregen. Iedereen is gedwongen om thuis te blijven. We moeten kijken naar de conditie van woning in Marokko. Bij een klein kamertje zit de hele familie. Familie van 10 mensen of ook meer. Mensen kunnen niet naar buiten. Als je bent naar buiten, je bent gearresteerd, je krijgt een heel grote, zeg maar, boete. Ook met de hele de manier van de hoe de leger of de politie optreedt, is echt met geweld tegen de mensen. Is echt een situatie van blijf thuis, zonder de overheid moet rekening houden met hoe moet dit mensen leven. Zonder de overheid moet denken naar de sociaal leven. We hebben nu gezien in Marokko een heleboel conflicten binnen de familie ontwikkeld. En met name de ruzies tegen vrouwen. Huiselijk geweld. Huiselijk geweld, ja. In Marokko ontwikkeld. Ja, dan wil ik dat even laten voor wat het is. Sorry dat ik u onderbreek. Mm-hmm. Ik kom straks terug, wellicht in een ander interview, op de situatie in Marokko. Ik wil even terug naar de situatie zoals die nu is. Op 9 juli heeft de Marokkaanse overheid een aankondiging gedaan dat Marokko op 15 juli de grenzen weer zal openen. Althans het luchtruim weer zal openen. En dat mensen weer welkom zijn in Marokko. Dat hebben ze gedaan onder een strikt aantal voorwaarden. En dan zou je denken dat terwijl er nog tienduizenden mensen in Marokko vastzitten, nadat Marokko op 15 maart de grens had gesloten, ze nu op 15 juli mensen weer de gelegenheid geven om binnen te komen. En je zou dan denken, die mensen die gaan naar Marokko toe. In sommige delen van Marokko geldt nog een totale lockdown, zoals bijvoorbeeld in de stad Esfi. En wat bezielt iemand om op vakantie te willen naar Marokko? Wat bezielt een Marokkaanse Nederlander om zijn spullen te pakken, zijn kinderen mee te nemen en naar een land te gaan waar de gezondheidszorg ontzettend slecht is?
waar de overheid onbetrouwbaar is en waar je niet zeker bent van de komende maatregelen, want wellicht kom je Marokko binnen en zeggen ze van de grenzen gaan weer dicht. Ik denk, we hebben een realiteit achter ons rug, is met name die duizenden mensen die waren geblokkeerd in Marokko, en met name uit Europa, uit Nederland, maanden, zonder geen enkel informatie of duidelijkheid. Mensen die mogen niet terug naar waar hun wonen. De overheid biedt geen enkel ondersteuning. Bijvoorbeeld, je hebt de grens geopend voor de bepaalde vliegtuig uit Europa om de Nederlanders of de Europeanen kunnen terug. Maar de Nederlanders uit Marokkaanse origine mogen helemaal niet terug. Ondanks bijvoorbeeld de Nederlandse regering heeft een aanbod gedaan van ik ben bereid. Marokko zegt nee, die mensen is Marokkanen, moet blijven hier. Was ook een heleboel discriminatorische maatregelen. Maar ziet u die situatie? Ziet u die weer opnieuw ontstaan? Mogelijk. Nee. Dat Marokkanen dus massaal naar Marokko gaan op vakantie. En dat Marokko ineens zegt, we sluiten de grenzen weer. Nee, ik ben begonnen met dit ervaring waar mensen moeten leren van. Van wat is de consequenties van die mensen. Maar nou lijkt het alsof mensen daar niet van hebben geleerd, want ze staan te trappelen om naar Marokko te gaan. Daarom, ik denk het heel belangrijk om mensen moeten dat goed weten. Van wat is gebeurd met de andere groepen, kan ook met de nieuwe mensen gebeuren. Wat zegt u tegen de Marokkaanse Nederlanders die nu naar Marokko willen? Ik denk, we moeten leren wat is gebeurd in nu. Elke keer de Marokkaanse overheid begint met bepaalde verklaringen. Eén keer hebben ze gezegd, mensen die willen naar Marokko moeten een bepaalde periode ergens blijven. Nou ben ik heel vervelend, u zegt het zelf al. Maar ik had al gezegd, het wordt een korte vraag en een korte antwoord. Wat adviseert u de Marokkaanse Nederlanders die naar Marokko willen? Omdat die voorwaarden wat Marokko nu stelt, geeft geen enkel garantie. Die voorwaarden bijvoorbeeld, je moet een test hebben binnen 48 uur bij een particuliere instelling waar kost veel geld. Bij de beperking van de vliegtuig alleen de Arabia of Royal Air Maroc, geen enkel andere mogelijkheden. Als je hebt een test gedaan binnen voor 48 uur en daarna je kan geen vliegtuig vinden, betekent je moet nog een keer zeg maar nog een keer test hebben. De Marokko geeft de grens met auto's is dicht. Als je wil met auto, je moet richting Zet of richting Genua. Allerlei die voorwaarden wat Marokko stelt. Is dubieus voor verhalen, geeft geen enkele garantie van die zaak gaat goed gebeuren. Plus, misschien morgen of overmorgen, die overheid gaat ook beslissen, de grens moest dicht. Betekent voor die mensen die gaat naar vakantie, kan ook een paar maanden in Marokko geblokkeerd. Daarom mijn advies aan die Marokkanen, alsjeblieft goed nadenken. Hoeft niet avontuur. Denk aan jou. Denk aan jouw gezondheid. Denk aan jouw familie. Denk ook aan jouw werk. Omdat alles, je bent in Marokko geblokkeerd. Je komt terug naar Nederland. Nederland leeft met een nieuwe crisis. Na de corona. Misschien je kan ook jouw werk vinden. Dit overheid in Marokko is niet vertrouwbaar. Biedt geen enkele garantie. Alleen de moeilijkheden. Plus Marokko leeft tot 10 augustus. Met, lockdown. Met lockdown. Betekent ook jouw vrijheid is ook beperkt. Goed nadenken. Ons advies, alles MCMO. Alsjeblieft, goed nadenken. Doe maar dit jaar andere vakantie. Maar niet naar Marokko. Voor jouw belang. Voor de belangen van dit land. En voor de belangen van jouw familie. En van ons allemaal. Nou niet naar Marokko. Niet naar Marokko. Dat is de boodschap. Ja. Nou heeft Marokko na 15 maart
was de situatie zo dat de Royal Air Maroc, dat is de Marokkaanse vliegmaatschappij, op het randje van faillissement stond. Nu zegt Marokko, we openen het luchtruim en Royal Air Maroc gaat weer op 23 plaatsen vliegen. Een kwaadwillend iemand zou kunnen denken dat dit gedaan is om Royal Air Maroc te behoeden voor een faillissement. Wat denkt u daarvan? In Marokko, met allerlei die maatregelen om te beperken de vliegen naar Marokko alleen via de RAM en via de Arabia, de eerste prioriteit van hun is de financiële belang. Het is niet het belang van de mens. Plus, als je kijkt nu naar de prijs, de aanbieding van Royal Air Maroc en van de RAM, gaat tot 1000 euro. Betekent, is echt, is altijd de RAM wat duur. Maar nu, hun wil alles doen om geld te halen uit de diaspora, om te redden RAM of niet. Maar in ieder geval, achter dit besluit is economisch belang. Waarom niet geen andere keuze? Mensen kunnen via bepaald charter, bepaald andere middelen, hun hebben alles verboden, alleen RAM in Arabia. Plus, misschien kan het zijn makkelijk om naar Marokko te gaan met RAM in Arabia, maar is ook geen enkele garantie om terug met Arabia in RAM, omdat ook de ervaring van alle zomers, de vliegtuig komt niet, je kan niet vliegen, omdat er geen plaats meer is, of het is een verandering. En daarna je kan ook veel wachten tot alles een plek beschikbaar is. Als ik dit interview, meneer Menebhi, zou willen besluiten met de conclusie dat Marokko weer blijk geeft meer te denken aan geld dan aan zijn burgers. Bent u het daarmee eens? Niet alleen nu, maar altijd. Altijd. Marokko denkt alleen aan een bepaald, voor de hele diaspora, voor hun is alleen geld sturen in Montecht. Dat is hun beleid. Daarom ik denk niet naar Marokko te gaan dit jaar is ook een signaal aan de overheid. Wij, alles burgers, wij geven die signaal aan. We hebben geen vertrouwen, omdat jullie geen transparant. Daarom wij gaan niet naar Marokko. Ik dank u hartelijk voor deze bijdrage. Prima. Hiermee sluiten we het interview met meneer Menebhi af. En ik zie u graag terug bij een volgende aflevering van Uitspraken.